Dat is vrij mooi. Dat is heel slim, ik hoor het. Gezellig, dus het is gelukt. Ja, het is gelukt. De techniek lukt. Ja. Ik wacht even tot 1 minuut over 1 op mijn laptop. Hallo Sebastian, jij bent ook in beeld. Ja, het is 1 uur en ik wilde graag beginnen. Ik wil iedereen van harte welkom heten. Inmiddels zie ik op mijn scherm iets van 46, 47 deelnemers en er komen er steeds meer bij. Dus welkom iedereen. Welkom aan uiteraard allereerst de leden van Code 49. En uiteraard welkom aan alle studenten van de Rijnwaard Academie. Zonder wiens hulp en inspirerende bijdrage aan dit programma dit niet tot stand had kunnen komen. Jullie zien als eerste welkomstdia natuurlijk de afbeelding van de Universiteit van Nijrode, waar Birgit werkt. En Birgit is samen met mij de initiatiefnemer van Code 49. En vandaag staat in het teken van de werkgroep Restauratie in de Etalage. Wij heten uiteraard ook welkom een aantal deelnemers die in het debat deel gaan nemen. Onder andere Sebastiaan en Jeroen. Verder uiteraard hebben wij ook een aantal studenten van vak restauratieopleidingen die deelnemen vanmiddag. En ook docenten daaraan. Uiteraard zij ook van harte welkom, omdat dat in het hart van onze doelgroep zit. En wij willen heel graag met jullie het gesprek gaan voeren vanmiddag. En wij hopen op jullie inspirerende inspiratie en ook input. Ik ga even naar de volgende dia en even een paar huishoudelijke mededelingen. Wil iedereen even checken of zijn microfoon uitstaat op het moment dat hij niet aan het woord is, uiteraard. Want dat kan nog wat achtergrondruis veroorzaken en dat is hinderlijk voor de anderen om mee te luisteren. Heel belangrijk is natuurlijk dat we uiteraard jullie verhalen en ook vragen willen noteren. Kan dat via de chat? De chat die zit in de balk die je kunt zien. De balk die je ziet bij de participatie. In het midden ongeveer zit een pijltje in een vakje. Daarop kun je klikken. En dat is de gele omringde icoon. Daar kun je je vragen kwijt en als je een vraag hebt gesteld, klik dan ook nog even op het handje. Dan weten we dat je een vraag hebt, dan wordt er nog even extra de aandacht op gevestigd. Vanuit de AGV-wetgeving, de wet op de privacy, moeten we aan iedereen even vragen van of ze het oké vinden dat de sessie vandaag wordt opgenomen. Want we willen die sessie niet alleen vandaag beschikbaar hebben voor iedereen die nu deelneemt, maar we willen dat ook nog via onze website verder gaan publiceren en beschikbaar stellen voor mensen die het op onze website nog willen bekijken. Oh,
Ik ben nu de presentatie kwijt. Ik ook. Wat gaat er mis? Kun je hem even opnieuw opstarten? Ja, ja, daar is die. Oké. Okay. Ja, dus dat nog even ten overvloede van dat de, uiteraard we het willen opnemen en daarna. Als mensen daar bezwaar op tegen hebben, misschien kunnen jullie dat ook in de chat aangeven. Dan even kort het programma. Het programma vandaag bestaat uit drie blokken. Blok 1 is het blok waarin met name code 49 aan het woord is. We zullen nog iets vertellen, even kort over onze uitgangspunten en onze missie. Dan vervolgens hebben we een debat, met name naar aanleiding van de laatste corona-ontwikkelingen. Dan hebben we een korte terugblik op code 49 over de laatste de laatste bijeenkomst in Kasteel De Haar. En dan uiteraard de introductie van restauratie in de etalage. En dat is het. Daarna komt het tweede blok. Dat gaat grotendeels over de resultaten van de Rijnwaard Academie. En vervolgens hebben wij nog een blok met breakout sessies. Waar, als het goed is, de meeste van jullie zich voor hebben opgegeven. Dat komt later nog even terug. Dus als je niet hebt opgegeven, geen nood. Je kunt je altijd nog opgeven of gewoon op de link klikken die we beschikbaar hebben gesteld in de uitnodiging. Dan even kort van waar staat code 49 voor. We zijn 2 jaar geleden begonnen in de zomer op Nijrode om een netwerk op te zetten wat het cultureel ondernemen in duurzaam erfgoed zou bevorderen. Bij die bijeenkomst waren 49 deelnemers aanwezig, vandaar de naam Code 49 en een naam die ook zelf bedacht is door de deelnemers op dat moment. Ik heb al verteld dat Birgit en ik daarmee begonnen zijn en we hebben inmiddels al een groot aantal leden die zo kort even voorgesteld zullen worden door Birgit. En uiteraard onze missie is er op diverse manieren voor zorgen dat historische gebouwen voorzien blijven van een culturele programmering. Culturele programmering kan zijn dat er daadwerkelijk voorstellingen zijn. Maar het kan ook zijn dat in ieder geval een historisch gebouw publiek toegankelijk blijft. Dat vinden wij belangrijk. En via onze werkgroepen, via onze online platform en via kennisdeling, projecten presenteren, willen wij dat blijven doen. Dus ik geef nu graag het woord aan Birgit, die even kort onze leden kan voorstellen. Ja, ook namens mij iedereen welkom. Wat leuk dat het een grote opkomst is. Er zijn een aantal mensen die lid zijn van Code 49 en voor die dit allemaal nu heel bekend is. Maar omdat we zoveel niet-leden deze keer ook bij onze bijeenkomst hebben, wil ik toch even onze leden ook aan jullie laten zien. Dit zijn ze dus, staan allemaal op deze slide. Ik ga het niet voorlezen, dat kunnen jullie zelf. Maar wat opvalt is dus dat er niet alleen culturele ondernemers bij zitten. Die zijn er natuurlijk, uiteraard. Dat is de kern waar het om draait. Maar ook allerlei andere partijen die te maken hebben met deze uitdaging. En die uitdaging is dus cultureel ondernemen in historische gebouwen ook op lange termijn levensvatbaar te houden of levensvatbaar te laten blijven. En daar betrokken zijn onder meer overheden, het bedrijfsleven, maar ook financiële instellingen, architecten, leveranciers, adviseurs, noem maar op. Dus het is een breed palet. En wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze dus allemaal met die opgave bezig zijn, cultureel ondernemen in historische gebouwen. Deze zou jij doen weer, Menno, volgens mij. Nee. Toch? Of niet? Nee, die drie sporen doe jij. Die drie sporen doe ik, oké. Okay. Nou, we zetten in ons netwerk in op drie sporen. Dat zijn bijeenkomsten, dat zijn werkgroepen en dat is online communicatie. Bijeenkomsten, daar hebben we 2 verschillende soorten. We hebben besloten bijeenkomsten voor onze leden. Die noemen we partnerbijeenkomsten. Die ontstaan vaak vanuit het initiatief van een van de werkgroepen. En zoals gezegd, ze zijn besloten, dus dat is eigenlijk alleen voor onze leden of op uitnodiging een aantal experts, adviseurs die ook met die specifieke opgave die daar centraal staat bij zo'n bijeenkomst bezig zijn. En dan hebben we netwerkbijeenkomsten. Dit is de eerste online netwerkbijeenkomst die we hebben. Normaal vinden deze bijeenkomsten plaats in een historisch gebouw ergens in het land. Dus meestal bij een van onze leden, maar het kan ook elders. In ieder geval altijd een historisch gebouw met een culturele functie.
En we hebben altijd een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst. En die staan in principe ook open voor niet-leden. Meestal hebben we dan ongeveer 50 deelnemers. Dus het komt een beetje overeen met wat we hier nu op dit moment ook hebben. We hebben 5 werkgroepen op dit moment. Daar ga ik zo nog nader op in welke dat zijn. Maar een werkgroep ontstaat dus niet omdat Menno en ik denken, oh, laten we dit onderwerp even oppakken. Maar het popt altijd op vanuit de leden. Dus enkele leden hebben een idee, hier willen we ons op richten, dit onderwerp willen we verdiepen. En dan kijken we of er meer belangstellenden zijn. En als dat zo is, dan wordt er een werkgroep opgericht rondom dat thema. En zo zijn er tot nu toe dus 5 werkgroepen ontstaan. Daarnaast hebben we dus een actieve online community. Die is te vinden op code49.community. En we hebben een nieuwsbrief en iedereen, dus ook niet-leden, kunnen zich vrijblijvend en gratis aanmelden op onze digitale nieuwsbrief. Nou, dit zijn de werkgroepen. Het zijn er 5. We gaan bij de netwerkbijeenkomsten altijd 2 werkgroepen een beetje in het zonnetje zetten. Waarvan eentje heel kort en de andere wat uitgebreider. En dat gaan we deze keer ook doen. In totaal die 5 werkgroepen, dat is dus 1 werkgroep die richt zich op het gedachtegoed van How Buildings Learn van Stuart Brand. En hoe kunnen we dat gedachtegoed gebruiken om historische gebouwen met een culturele functie te analyseren en verder te helpen. We hebben een 2e werkgroep die richt zich op een routekaart voor de keuze van duurzame installaties voor historische gebouwen met een culturele functie. Dat is vanuit de overtuiging dat er andere installatieconcepten nodig zijn bij een culturele functie, omdat dat een wezenlijk andere opgave is dan bijvoorbeeld woningen en kantoren, die vaak een gelijkmatige vraag naar warmte en ventilatie en eventueel koeling hebben. En bij culturele functies is toch heel vaak sprake van een piek. Als er dan een event is bijvoorbeeld, dan is er een andere vraag dan wanneer het gebouw niet in gebruik is. En musea hebben natuurlijk weer hele specifieke vragen. Dan hebben we een werkgroep retail en horeca. Die richt zich op winkels en zoals de naam het zegt, cafés, restaurants, die vaak een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de exploitatie van een historisch gebouw met een culturele functie. En dat is trouwens de werkgroep die we ook even kort aan bod laten komen in deze online bijeenkomst vandaag. Dan hebben we een werkgroep financiële arrangementen. En tenslotte hebben we de werkgroep restauratie in de etalage. En dat is de werkgroep die we vandaag tijdens deze bijeenkomst heel uitgebreid aan bod laten komen in samenwerking met de studenten van de Rijnwaard Academie. Nou, en you never know, het kan dus zijn dat er zomaar na deze bijeenkomst een nieuwe werkgroep ontstaat. Dat iemand zegt van ik wil hier mijn tanden inzetten, zijn er andere leden die dat ook willen. En dan gaan we gewoon een nieuwe werkgroep oprichten. Nou, wat betekent dat alles wat er nu gebeurd is voor onze leden en voor ook jullie die nu aansluiten en ook met deze opgave bezig zijn. Dus wat betekent de coronacrisis en alle veranderingen die daardoor moesten plaatsvinden voor de culturele sector? Nou, we weten allemaal dat dat heftige invloed had. Jullie hebben het voor een heel groot deel zelf aan hun lijve moeten ondervaren. Ergens half maart gingen eigenlijk alle culturele instellingen dicht. Er mocht geen publiek meer komen. Vanaf 1 juni, volgende week dus, mogen ze gedeeltelijk weer open, maar onder hele strikte regels. Dus vooraf reserveren, een checkgesprek bij de ingang. In principe maximaal 30 mensen bij elkaar. Bij musea gelden andere regels. Daar is het aantal bezoekers afhankelijk van de grootte van de ruimtes. Overal eenrichtingroutes, hygiënemaatregelen en voor medewerkers zoveel mogelijk vanuit thuis werken. Dan is een andere groep waarmee we natuurlijk te maken hebben de beheerders van monumentale panden, waar dus die culturele instellingen in gevestigd zijn. Er geldt een protocol monumenten en eigenlijk is dat heel erg vergelijkbaar met de regels die ook opgesteld zijn voor culturele instellingen, of ze nou wel of niet in een historisch gebouw gevestigd zijn. Dan hebben we ook te maken met bouwplaatsen, want we hebben het natuurlijk ook over restauraties en renovaties in deze bijzondere gebouwen. Daar komen we trouwens in het debat nog zo op terug. Daar gelden ook weer regels voor. Dus de mensen die op die bouwplaatsen werken, die gaan heel vaak met busjes naar zo'n bouwplaats. Dat mag nu niet, hebben we gisteren op het journaal allemaal gehoord. Mag ook niet in slachthuizen, maar dus ook niet op bouwplaatsen. Dus iedereen met eigen vervoer op de bouwplaats, zoveel mogelijk ook die 1,5 meter afstand. En als dat niet lukt, dan in hele kleine teams werken. En dat betekent bijvoorbeeld ook niet gezellig samen in de pauze in de bouwkeet zitten. Nou,
Voor het publiek dat dus naar die culturele instellingen gaat, betekent dat dat ze eigenlijk het lastig hebben als ze met het openbaar vervoer komen. En een groot deel van het publiek van theater en musea, concerten doet dat. Maar openbaar vervoer is nu eigenlijk alleen beschikbaar voor noodzakelijke reizen. En vanaf 1 juni zijn mondkapjes verplicht en er is een heel beperkte capaciteit, ook weer vanwege die 1,5 meter afstand. Dan is ook een groot deel van onze netwerkleden, culturele instellingen, afhankelijk van buitenlandse toeristen. Nou, het mag overduidelijk zijn, die vallen dus nu weg voorlopig en niemand weet wanneer ze er wel weer kunnen komen. Nou, en dat alles betekent dus een flinke aanslag voor de culturele instellingen in historische gebouwen. Daar staat tegenover dat vanuit het Rijk een extra budget beschikbaar is gesteld van 300 miljoen. Maar eigenlijk is dat beschikbaar voor culturele instellingen die vitaal zijn voor de sector. Dus heel veel van die culturele instellingen, ook leden van ons netwerk, hebben hier eigenlijk bar weinig aan. Er zijn wel aanvullende ondersteunende maatregelen vanuit provincies en gemeenten. Dus lokale subsidies en fondsen en leningen, die zijn er wel. Misschien interessant, de RCE, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die brengt regelmatig een nieuwsbrief uit over het thema erfgoed en corona. En ook deze is vrijblijvend en gratis te abonneren. Dus daar staat dan alles up-to-date in. Er zijn trouwens wel ook overleggen op dit moment op rijksniveau voor nog extra aanvullende steun bovenop die 300 miljoen. Maar ja, hoe gaat dat nu in de praktijk? En wat betekent dit alles echt voor onze leden, voor onze leden van Code 49. Daar hebben we een soort mini-enquête opgesteld. En ik heb ook heel veel van onze leden gewoon gebeld en gevraagd. Hoe gaat het bij jullie? En dan wil ik jullie even een beetje aan de hand nemen wat zij dan zeggen. Hoe zij dus in de praktijk hier nu mee omgaan. Dus de eerste vraag was, welke maatregelen nemen jullie? Nou ja, dat zijn natuurlijk al die maatregelen die ze moeten nemen. Bijvoorbeeld plastic schermen, kuchschermen worden ze ook genoemd. Die looproutes met een eenrichting verkeer. Maar wat ik dus ook hoor, is dat sommige van onze leden zeggen, we gaan juist nu renoveren of restaureren. Dat hadden we eigenlijk later gepland. Maar we gaan het nu naar voren halen. Want nu is er geen publiek, dus nu zijn de ruimtes leeg. Nu kunnen we aan de slag. En we willen voorkomen dat we als we straks weer open moeten, dat we dan dicht moeten gaan omdat we aan het renoveren zijn. Dus bouwwerkzaamheden worden juist nu heel veel naar voren gehaald, hoorde ik van verschillende leden. Wat je natuurlijk ook kunt bedenken en wat ik ook heel vaak heb gehoord, dat is dat culturele activiteiten en voorstellingen online worden aangeboden via livestreams en allerlei andere opties. Dat plaatje wat jullie hier zien rechts, dat is van de Gelderlandfabriek in Culemborg, culturele broedplaats. Die hebben een programma dat heet Niet Afgelast online. En er vinden dus allerlei culturele activiteiten online plaats. En nou, dat is een heel inspirerend, leuk programma. Een aanrader. De tweede vraag, hoe spelen jullie in op de gevolgen voor de werkgelegenheid? Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat er les wordt gegeven, bijvoorbeeld muziekdocenten die les geven op afstand. Die geven echt 1-op-1 les, zoals wij nu via Teams, bijvoorbeeld voor viool of zo met hun leerlingen. Er zijn af en toe kleinere straatoptredens, nou ja, en digitale co-creatiesessies, zoals het voorbeeld van Niet Afgelast ook. Er wordt veel samengewerkt met andere sectoren. Dat was dus ook een vraag. Met welke andere sectoren werken jullie samen? Nou, er wordt onder meer samengewerkt met de zorg- en welzijnssector. Veel ouderen zitten dus in de verpleeghuizen en kunnen geen bezoek krijgen. En voor hun wordt dus ook van alles aangeboden. Zowel op locatie, in digitale cafés, online. Dus op allerlei manieren. Er wordt heel veel samengewerkt met media, met social media. Om mensen goed te kunnen bereiken. En er wordt ook samen met allerlei andere werkrelaties gezocht naar een creatieve invulling van opdrachten die nu dus op een andere manier moeten worden vormgegeven. Nou, dan hebben we doorgevraagd, zijn er ook positieve effecten van de crisis? Wat kunnen we hiervan leren? Nou, en wat ik dus een paar keer gehoord heb, is dat het online programma's ontwikkelen iets is wat eigenlijk al langer bedacht was en dat zouden we moeten doen. Ik herken dat eerlijk gezegd ook voor Nijnrode. Maar nu moest het dus en nu is het er en het werkt verrassend goed. En veel van onze leden zeggen, nou, misschien moeten we het ook na de crisis behouden. Dus niet alleen online uiteraard, maar dat het een soort hybride vorm wordt. Dus dat we live events aanbieden, maar dat we ook die online programma's wel erin gaan houden. Er zijn allerlei nieuwe digitale tools, ook voor erfgoedbeleving. Met jullie hier zien het voorbeeld, dat heb ik geplukt van de site van The Missing Link. Hallo Hanneke, dankjewel.
Nou, en dat leidt eigenlijk ook allemaal tot een herverdering van lokaal erfgoed en voorzieningen. Ik heb ook van verschillende leden gehoord dat mensen die gebouwen missen. Ze missen het echt dat ze daar naartoe kunnen gaan. Dus het is wel echt dat mensen zich ervan bewust zijn hoe bijzonder die gebouwen ook zijn. We hebben ook gevraagd of er nog kansen zijn om ambachtslieden actiever te betrekken. Dat is dus een soort bruggetje naar onze werkgroep restauratie in de etalage. Wat ik gehoord heb is dat er onder meer een kunstencentrum is wat plek biedt aan historische ambachtelijke kunstvormen nu. Zoals steendruk, zeefdruk, zuuretsen, noem maar op. En wat ik vaker heb gehoord is het verhaal van de plek vertellen en zo een ambassadeursrol vervullen voor die verschillende ambachten. Door uit te leggen hoe zo'n gebouw in elkaar zit en met welke ambachten het überhaupt mogelijk was om dit gebouw te realiseren. Nou, dan de laatste vraag van de enquête en de interviews. Maar wat maakt jullie uniek en hoe gebruiken jullie dat als unique selling point? Normaal zijn heel veel culturele instellingen een aanspreekpunt voor kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd, maar ook voor scholen en voor verenigingen, voor zorg, welzijn, business. En dat laatste, scholen waren ook dicht, dat was natuurlijk op een heel laag pitje. Verder zijn ze uniek in kwaliteit en gastvrijheid. Verhuur van ruimte speelt vaak een grote rol in die instellingen. Dat is eigenlijk ook bijna overal weggevallen. Verkoop van producten, nou, dat kan voor een deel online plaatsvinden. Maar het verhaal van de plek vertellen, dat is dus iets wat online nu juist actiever is opgepakt. En daarmee ook de verbinding van materieel en immaterieel erfgoed en de karakteristieken zichtbaar en beleefbaar maken. Nou, dat is wat heel kort uit die enquête en die interviews kwam. We gaan er iets dieper op in wat wij noemen ons debat. En daar hebben we twee van onze leden voor gevraagd. Dat is Jeroen Twisk, hij is directeur van de Monumentenwacht Noord-Holland. En dat is Sebastian Lagendaal van de Hermitage Amsterdam en de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dus de een gaat over onderhoud van die monumentale panden en die andere is dus echt betrokken bij een culturele instelling. En we waren eigenlijk benieuwd hoe zij dit alles nu ervaren hebben. En ik wil even beginnen met Sebastian. Hallo. Want wat ik heel indrukwekkend vond in het voorgesprek, Sebastian, dat was hoe jij hoorde daarover dat jullie dicht moeten gaan. Kun je dat even met ons allemaal gaan delen hoe dat was voor de Hermitage en de Nieuwe Kerk in Amsterdam? Dus niet de minste. Ik zou graag een paar dia's willen delen als dat mag, even ter ondersteuning van het verhaal. Is het zichtbaar, Brigit? Nog niet. Ja. Ik zie nu een... Ja, nu wel. Ja. Nou, hartelijk welkom allemaal. Ik ben Sebastian Lagendaal van de Nieuwe Kerk in Hermitage Amsterdam. Hoofd facilitaire zaken en veiligheid. En 12 maart rond een uur of drie stond dit op de teletext en op de NOS website. En ik was toevallig vrij die dag, maar werd gebeld door collega's die in de Nieuwe Kerk in Hermitage aan het werk waren. Van joh, we moeten dicht. Ik dacht, nou ja, er wordt een grapje gemaakt, maar dat was dus niet zo. Dus wat we hebben gedaan, we hebben de bezoekers die er waren rustig de tentoonstellingen laten afmaken. En zijn daarna gewoon om 5 uur dicht gegaan. En daarna ook niet meer open. Zo was even dat eerste, begint de eerste indruk hoe dat ging. Dus het was echt niet vooraf, we hebben niet geïnformeerd. We hebben het gewoon puur uit de media vernomen. Ja, en als we nu kijken van nou, hoe ging het dan? Zeg maar, jullie waren dicht en dan, de shock was groot. De schok was groot, want natuurlijk ook al het kantoorpersoneel moest naar huis. We hebben natuurlijk meteen gezegd van nou, je gaat naar huis en kom voorlopig even niet meer terug, zodat we weten wat we gaan doen. Maar toen dachten we ook wel van althans ik dacht met mijn team en mijn technische team en de gebouwbeheerders van joh, dat is handig. We zijn eigenlijk eens open zonder publiek. Want het publiek loopt eigenlijk altijd in de weg, als je het even plat zegt. Als je natuurlijk structureel onderhoud wilt doen. Dus wij zijn toen juist gaan nadenken van oké, wat zijn wat was het reeds geplande onderhoud voor dit jaar en voor volgend jaar? Waren er al installatievervangingen? Stonden die al op de rol? Wat kunnen we eigenlijk nu gaan doen wat we normaal niet makkelijk kunnen? Of alleen makkelijk kunnen tussen 7 en 10 uur 's ochtends en tussen 5 uur 's middags en 12 uur 's nachts als het publiek er niet is. Ja. Dus wij hebben eigenlijk uiteindelijk van de nood een deugd willen maken. En ik laat wat foto's zien wat wij allemaal gedaan hebben. Dus in de Nieuwe Kerk moest er heel veel gestuukt worden.
voegen moesten gerepareerd worden. We hebben dus kantoorpersoneel. Je ziet een collega van mij. Na 2 weken thuis zitten, werd het kantoorpersoneel ook een beetje onrustig thuis. Wat Birgit al zei, zij miste letterlijk de gebouwen. Zij miste onze huizen, zoals we dat noemen. En ze wilde daar gewoon zijn. En toen hebben we met de technische dienst gekeken. En met het hoofdgebouwbeheer. Wat kunnen we kantoormensen laten doen? Op de vloer, binnen de RIVM-normen. Nou, in een kerk is dat natuurlijk vrij makkelijk, qua afstand. Wat zijn klussen die ter voorbereiding van de technische dienst die gedaan zouden kunnen worden? Nou, dat bijvoorbeeld lege of loszittende voegen uit de zerken krabben in de nieuwe kerk. Dat was natuurlijk nog nooit gedaan, want wij zijn nooit dicht. We zijn maar 2-3 dagen per jaar dicht. Dus we hadden nu eindelijk eens de tijd om uitgebreid alle zerken langs te lopen, alles uit te krabben en alles opnieuw te voegen. Dat zijn van die dingen die dus nu konden, eigenlijk dankzij die coronacrisis. Hier zie je wat impressies van loszittende stukken cement. Dat hebben we allemaal aangepakt. En ik zie een vraag aan Jeroen. Sorry, ja? Om je even onderbreken, maar het is een debat, hè, met z'n drieën. Ja, zeker. Jeroen, hallo. Jij werkt bij jij bent directeur van de Monumentenwacht Noord-Holland. Als jij dit zo ziet, denk je van nee, wat een goed idee, of ben je daar kritisch over? Natuurlijk ben ik daar kritisch over, maar ik denk dat Sebastian er net zo kritisch over is als ik dat ben. En als het gaat over het uitkrabben van vroeger bij dekzerken waar je anders niet aan toe komt en je geeft daar de nodige tijd en aandacht aan, denk ik dat je daar met je enthousiaste medewerkers een hele goede invulling aan hebt gegeven. Ja. Het heeft natuurlijk ook zijn beperking. Ik denk niet dat je al het onderhoud aan je kantoorpersoneel kan overlaten. Zeker. Maar in dit geval is dat natuurlijk een prima oplossing. Maar het valt of staat bij de tijd en aandacht die je eraan geeft en de juiste keuzes daarin maken, weten waar je grenzen liggen en ook weten, ja, gewoon weten wat je moet doen en wat je vooral ook niet moet doen. En daar zit hier geen risico bij. Nee. Ja. En wat merk jij aan opdrachten? Want hoe hoorde jij dat corona invloed heeft op jouw werk en welke invloed had het? De invloed die het heeft gehad is met name, kijk, wij kunnen vanuit het werk wat wij doen, en dat is het inspecteren van laten we zeggen een paar duizend gebouwen in Noord-Holland jaarlijks of tweejaarlijks. Er zit een grote verscheidenheid in objecten in. Dat kunnen kleinere woonhuizen zijn, maar ook grote kerkgebouwen zoals bijvoorbeeld de Nieuwe Kerk. En dan is het in eerste instantie zoeken van oké, waar kunnen we nu het makkelijkst ons werk doen met de richtlijnen die toen als eerste werden opgegeven. En dan zoek je toch met name in bijvoorbeeld kerkgebouwen, maar ook in musea die dan noodgedwongen gesloten moeten worden. Waar je dus kansen ziet, zoals Sebastian net ook zei, dat waar de bezoekers toch vaak, niet zeggen in de weg lopen, maar het geeft wel meer ruimte om een gedegen opname te doen. Ja, dat zijn dan objecten die je dan eigenlijk meer naar voren trekt. Maar daar kan je natuurlijk niet bij blijven. Je zoekt daarin ook wel natuurlijk de contacten met andere gebouweigenaren. En daarin ben je wel een beetje afhankelijk van, ook al kun je volgens de richtlijnen werken, 1,5 meter en we hebben mondkapjes en handschoenen. Je kunt pas aan het werk als de eigenaar, jouw opdrachtgever, daar ook een goed gevoel bij heeft. En die zegt van doe me even niet, sla me even over. Dat was even afwachten, dat is even angstig. Maar door goed uit te leggen en goed dingen te argumenteren hoe je te werk gaat, hebben we dat toch aardig op de rit nu eigenlijk, ja. Oké, Sebastian, jij wilt daar iets op zeggen? Ja, daar kan ik absoluut iets bij aansluiten. Het was soms zelfs lastig om onderhoudspartijen naar de Hermitage of de Nieuwe Kerk te krijgen. Omdat er gewoon angst was. Dat kan niet en hoe gaat dat dan? Dus bijvoorbeeld, we hebben hier pijlers gerestaureerd in de kerk. Althans, mooi aangesmeerd, opnieuw belijnd. Dat heeft onze huisrestaurateur gedaan, Juriens. Maar het was best, we hadden 2-3 gesprekken voor nodig om ze eigenlijk naar de kerk te krijgen. Want ze hadden wel tijd, het kon ingepland worden, ook op korte termijn. Alleen wat voor maatregelen neem je dan als opdrachtgever, dus als nieuwe kerk, om te zorgen dat men veilig kan werken. Ja, dat mensen er veilig zijn. Ja, en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen hoor. En in de Hermitage Amsterdam was het bijvoorbeeld het uitgelezen moment om een keer het sleutelplan na 10 jaar te vervangen. Hè? Dus alle cilinders en sloten en al het hang- en sluitwerk te doen, omdat het nu geen publiek loopt. Normaal doen we daar 3-4 weken over, omdat het alleen in de ochtenden en avonden kan gebeuren, omdat we natuurlijk altijd open zijn. Nu kon dat in 4 dagen gebeuren. 4 lange dagen, 4 keer 12 uur achter elkaar.
met zijn onderhoudspartij, met een schoonmaakteam vooraf. Wat dus al het RVS, deurklinken, deurposten schoonmaakte van tevoren. Daarna kwam die onderhoudspartij erachteraan om hun ding te doen. En daarna werd het weer schoongemaakt. Maar dat moet je wel van tevoren goed met elkaar afstemmen. En ik heb van jou begrepen, die schoonmaker, dat is dus extra. Dat zijn ook extra kosten. Maar je had ook een voor mij heel verrassende kostenbesparing. Dus dat is leuk om ook te delen. Nou ja, exact. Omdat we altijd in de randen van onze exploitatieuren onderhoud doen. Dus in de vroege ochtend of in de middag en avond. En dat dus dat een korte of een klus wordt uitgespreid over een langere periode. Kon het nu dus in 4 of 5 dagen of in 1 week. Wat betekent dat je dus niet 3 weken lang voorrijkosten hebt en parkeerkosten en lunchkosten en per diems. Maar dat het gewoon in 4 dagen geregeld was. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk ook weer kosten op bespaard. Omdat je efficiënter met je uren kunt omgaan. Ja, dat vond ik een hele leuke ook om te horen. Je maakte je wel zorgen om de verhuur van ruimte, hè, de commerciële verhuur, bij de Hermitage onder meer. En we hadden het over de mogelijkheid voor kinderprogramma's ook nog. Ja, ja, ik laat ondertussen nog een foto zien van het orgel wat we samen met de RCE, het orgel van de Hermitage, wat eindelijk is goed schoongemaakt moest worden. Vloeronderhoud in de Hermitage zijn we aan het doen geweest. Ja, in de Hermitage Amsterdam vooral, daar hebben we natuurlijk veel commerciële verhuur. Auditoria, lezingenzalen. Nou, we hebben eigenlijk 2020 al volledig afgeschreven. Hè, want de congressen die wij mogen organiseren zijn vaak internationaal. 400 man plus met diners, breakout sessions, rondvaartboten, hotels en borrels in de binnentuin. Alles is gecanceld en voordat dat weer gaat lopen, ik ben bang dat het pas begin volgend jaar is. Als het vertrouwen weer terugkomt. En de Hermitage voor kinderen, onze school die we bij de Hermitage hebben, eigenlijk hetzelfde. Dat is een regulier onderwijsprogramma waar elke ochtend tientallen basisschoolkinderen door ons gebouwen gaan. Dat ligt natuurlijk ook plat. Ja, en dan zijn we nu aan het nadenken, hoe gaat het vanaf 1 januari weer? Kan je dan nog met 25 basisschoolleerlingen in een lokaal zitten? Nee dus. Dus daar moeten we allemaal dingen voor gaan organiseren. Ja. Ja. Jeroen, hoe zie jij hoe het verder gaat voor jullie en de impact die het heeft? En zie jij ook kansen? Nou, kijk, een impact heeft het en het gaat het ook zeker nog meer hebben, denk ik. Maar ik denk dat voor ons er vooral kansen liggen in... kijk, wat wij natuurlijk als monumentwacht sowieso uitdragen is... wij proberen zo vroegtijdig mogelijk gebreken te signaleren. En geven daarbij een aanzet tot advies op een sober en doelmatige manier. Wat in heel veel gevallen inhoudt dat je de topprioriteiten met de hoogste risico's als eerste aanpakt. En voor de rest in ieder geval de keuze laat, ook aan een eigenaar wanneer ze dat eventueel aan willen vliegen. En ik denk dat het een kans is voor ons om juist nu in deze tijd voor gebouweigenaren inzichtelijk te maken. Wat moet als eerst gebeuren en waarvoor kan ik nog eventjes de hand op de knip houden eigenlijk. Wat geeft mij... hoe kunnen wij zeg maar, die klant zo geruststellen om door die risico's zo goed mogelijk inzichtelijk te maken, dat ze bepaalde projecten, onderhoudsprojecten, restauraties, wat langer voor zich uit kunnen schrijven zonder dat het schade doet aan het monument. Ja. En ik denk dat wij daar een goede gesprekspartner in zijn, omdat wij met onze ervaring van hoe uit het verleden hoe een gebouw zich gedraagt, dat ook kunnen vertalen naar de toekomst. Ja. Ja, je zei ook dat het een kans is voor monumenten dat er nu misschien minder gaat gebeuren. Ja. Het is sowieso een kans om zeg maar, daar een eigenaar in te coachen, te begeleiden hoe hij het beste zijn budget voor het onderhoud kan inzetten. En ik zie het zeker ook als een kans om de monumentwaarde van de gebouwen in ieder geval overeind te houden. Omdat in een periode waarin de financiën genoeg toereikend zijn, dat daarmee niet altijd de beste keuzes worden gemaakt. En op het moment dat je budget beperkt is, ben je wel afhankelijk van een goed advies om de juiste keuze erin te maken. Ja. Dus geen overbodige maatregelen die nu nog niet of helemaal niet nodig zijn. En vooral je aandacht richten op de oorzaak en gevolg van bepaalde gebreken die een risico vormen voor het monument. Ja. Ja. Dus daar zijn zeker wel kansen. En daar zijn we ons al enigszins aan en proberen we ons beter in te profileren. Maar ik denk dat daar nu de noodzaak nog hoger toe is.
En Jeroen, jij bent niet bang dat juist nu monumentenbeheerders... kijk, jullie rapporten komen elk jaar. Hè? In het geval van Remy Kunst, een collega van jou. Fantastisch. Ja. Maar ben jij niet bang dat monumentenbeheerders daar juist nu zaken gaan temporiseren? Terwijl dat sober en doelmatig onderhoud toch echt noodzakelijk is om je buitenschil wind en water dicht te houden. Ja, nee, dat heb je een goed punt. Dat kan inderdaad. Dat mensen zeggen van nou, doe maar even niet. Maar ik vind ook dat wij daar onszelf als organisatie en als inspecteur zeg maar, ons in moeten veranderen. Op het moment dat er, je kunt ook zeggen, nou, we komen eens in de zoveel tijd weer die inspectie doen. Of dat een jaarlijks is of tweejaarlijks. Maar vaak gebeuren er in die tussentijd allerlei zaken, worden allerlei dingen uitgevoerd aan zo'n monument. Waarbij we in heel veel folks soms achteraf moeten zeggen van, ja, dit is eigenlijk niet helemaal goed gegaan. En wij moeten ons veel meer daarin naar voren positioneren, met name bij onderhoudswerkzaamheden. Om die in de voorbereiding en tijdens zo'n uitvoering, om de partijen daarin de juiste kant op te sturen. En meer de regie te voeren ook namens een opdrachtgever. Wat moet er gebeuren en op welke manier? En dan ben je niet alleen maar meer bezig met de periodieke inspectie. Maar dat doe je ook veel meer eigenlijk op de... Ja, het staat veel meer als coach eigenlijk naast die monumenteigenaar richting uitvoerende partijen. Ja. En ik denk dat daar voor ons grote kansen liggen, maar ook voor de eigenaren zelf. Omwille van de tijd denk ik dat we het hierbij moeten laten, maar ik vond het echt super interessant jullie te spreken. Dus ik dacht, ik wil dat heel graag delen ook met al onze netwerkleden en iedereen die vandaag erbij is. Maar ik hoor kansen, ik hoor ook zorgen. Dus we gaan met z'n allen meemaken hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Geef ik nu het woord aan een ander lid van ons netwerk. Dat is Arjan van der Bliek van HWR Architecten. HWR staat voor Here We Are. En Arjan Birgit, mag ik je even onderbreken? Er is nog een vraag gesteld. En, die had ik niet gezien. We hebben tijd voor nog een paar vragen en een korte wrap-up. Er is een vraag gesteld met name aan Jeroen. In hoeverre hij een toekomst ziet voor erfgoedspecialisten. Ik denk dat dit een vraag is van iemand van de Rijnwart. En ik denk dat het misschien ook wel goed is om dat even in dat kader te beantwoorden. Dus zien jullie ook toekomst voor erfgoedspecialisten? En hoe zouden jullie die willen inzetten? Vanuit ons, tenminste vanuit mijn perspectief, vanuit de monumenten gezien, zie ik dat zeker. Er is echt heel erg veel behoefte aan kennis, denk ik. Dat heel veel kennis is verdwenen en dat er nieuwe aanwas zeker nodig is. We zien natuurlijk ook nieuwe ontwikkelingen, in ieder geval op het gebied van inzicht in het gebouwde erfgoed. Dus dan heb ik het over bijvoorbeeld het scannen van gebouwen op digitale manier, het inzetten van drones. Dat zit allemaal aan de voorkant bij een inspectie. Maar ook in de uitvoering gebeuren daar natuurlijk allerlei nieuwe dingen. Niet alleen op het gebied van onderhoud, maar ook op het gebied van duurzaamheid. En dan heb ik eigenlijk alleen maar over het bouwkundig casco. Waar wij vooral mee bezig zijn met het bouwkundig casco, de buitenschil. Maar ook op het gebied van historische interieur zie ik daar nog wel de nodige behoefte aan de juiste kennis. En als ik dan vanuit mezelf kijk, begint het verspreiden van die kennis bij de eerste inventarisatie en een inspectie. Om vanuit daar de regie te kunnen voeren. Maar daar hebben we wel mensen met in ieder geval een passie, maar ook die openstaan voor het vergaren van kennis rondom monumenten. Ja, want ik begreep dat de Rijnwaard-studenten ook bij het begin van hun opdracht bij jou lang zijn geweest. En kun je nog iets terughalen van hoe de interactie tussen jullie is geweest, wat voor vragen er gesteld werden en hoe jij daarop hebt gereageerd? Ja, nou, we hebben een rondwandeling gedaan in de buurt zeg maar, van de Rijnwaard Academie zelf. Zijn we gewoon een aantal gebouwen langs gegaan, naar gevels en daken gekeken en heb ik vanuit mijn optiek zeg maar, verteld. We hebben gekeken naar schadevoorbeelden, maar ook naar maatregelen die genomen waren, wat ik daarvan vind en hoe ik daar concreet zeg maar, naar kijk. En je merkte wel, denk ik, gedurende die wandeling dat er steeds meer daar vragen vanuit de studenten naar voren kwamen. En denk en hoop dat dat wel enig inzicht heeft gegeven, of was het maar een vrij relatief korte wandeling, dat ze dat toch wel wat meer... Ik hoop dat ze op een andere manier van naar de gebouwen zijn gaan kijken daardoor.
Oké, prima. Hey, ja. Even kort samenvatten van wat jullie allemaal besproken hebben. Ik heb even zitten luisteren, aandachtig zitten luisteren. Even een paar woorden. Hè. De angst die bij iedereen speelt. Het is nodig om wat vertrouwen weer te krijgen om weer de zaak op te kunnen starten. Hè, zoals Rutte dat noemt, over te gaan tot de exit-strategie uit de coronaperiode. Maar dat vertrouwen dat is nodig tussen jullie als monumenteneigenaren en ook de afnemers, hè, de dienstverleners. Zoals Sebastiaan had met iemand die moest komen restaureren. Van ja, hoe ga je het regelen? Hoe goed heb je het geregeld? En uiteraard ook weer de scholen genoemd, onderwijsinstellingen. Die moeten natuurlijk ook vertrouwen in hebben dat ze weer rustig en veilig naar een monumenteninstelling toe kunnen gaan om daar inspiratie op te doen. En ik denk dat dat een paar punten zijn die we straks in het tweede deel van de sessie terug kunnen laten komen. En met name ook bij de breakout sessies. Dus ik wil nadat ik het woord heb gegeven aan Arjen van der Bliek om iets te vertellen over retail en horeca, over onze laatste bijeenkomst, wil ik toch nog even iedereen die nu aanwezig is willen oproepen om meer vragen te stellen in de chat, hè, want dat gebeurt nog te weinig. Het is de bedoeling dat het een participatieve bijeenkomst is. Ik zie net nog een vraag. Hè. Zou je bij gelegenheid nog even wat kunnen samenvatten wat de Rijnwaard Academie doet? Nou, ik kan dat alvast verklappen. Dat gaat de Rijnwaard Academie zelf straks doen, direct na de pauze. Even kort, de Rijnwaard Academie is natuurlijk een opleiding voor erfgoedprofessionals, maar zij zullen dat straks verder detailleren. En uiteraard nu het woord aan Arjen. Ja, Arjen, ben je daar? Hallo? Arjen? Arjen, als je ons hoort, dan staat je telefoon nog op gedempt. De microfoon aanzetten. Nee. Nee. Hoe kan dit? Arjen? Is hij aanwezig? Ik ga even bij de deelnemers kijken waar we hem hebben staan. Hij is er niet. Jawel, hij is outside. Ja, zijn microfoon staat op niet. Arjen? Staat aan. Hij is er, hè? Dat zijn van die onvoorziene dingen. Ik denk dat we doorgaan en als Arjen zich later nog meldt, dat we teruggaan naar dit onderdeel. Vind je dat goed, Menno? Ja, prima. Hij logt zo meteen opnieuw in, dus hij is bezig. Horen jullie mij nu? Ja. Oh, nou dan. Oké. Ja. Wij gaan terugblikken op onze bijeenkomst op 3 maart. Toen kon het nog net voor de lockdown met 50 mensen in Kasteel De Haar. Yes. Dank jullie wel. Dank jullie wel, Menno en Birgit, voor de introductie. Paul Rijfkogel van Paul Latim, horeca-expert. En ikzelf, architect en retail-expert, durf ik inmiddels wel te zeggen, hebben vorig jaar de werkgroep horeca en retail opgericht binnen code 49. Met het idee dat horeca en retail voor de meeste cultuurinstellingen geen core business is, maar wel heel veel potentie heeft om de bezoekerservaring voor de cultureel ondernemers en instellingen te verrijken en van toegevoegde waarde te zijn voor de instellingen. Op 3 maart hebben we in samenwerking met Menno en Bridget en code 49 een inspiratiesessie georganiseerd op Kasteel De Haar. Het idee is om voor deze sessie was om zoveel mogelijk kennis te delen, niet alleen vanuit onze kant, maar ook van de deelnemers en mooie en succesvol bewezen voorbeelden te delen met de bezoekers. We hebben een programma samengesteld waarbij we een rondleiding gedaan hebben door de nieuwe museumshop van Kasteel De Haar, waar zowel Ellen
Groenveld van Cultuur en Retail als ik zelf bij betrokken ben geweest. Daarna heeft Ellen Groenveld een presentatie gegeven over trends, innovatie, cultuur en retail in erfgoedorganisaties. Daarna hebben Annetta de Jong, directrice van Kasteel de Haar en ikzelf het project De Winkel van Kasteel de Haar verder toegelicht. Daarna was er een presentatie van Monique Kokke, hoofdbezoekersmanagement Park de Hoge Veluwe. Daar is Paul Rijfkogel nauw betrokken bij geweest bij dat project. En uiteindelijk hebben we afgesloten met groepsdiscussies. En ik ga nu één voor één, laat ik heel kort zien wat we daar gedaan en besproken hebben met een één slide per onderdeel. Om daar een beetje beter gevoel bij te krijgen. Wat hebben we nou gedaan op die inspiratiesessie? De rondleiding was echt het gevoel krijgen bij die winkel. Hoe ziet dat er nou uit daar in Kasteel de Haar? Ellen heeft duidelijk gemaakt hoe zij producten gezocht heeft en heeft helpen ontwikkelen die echt aansluiten bij het gevoel dat Kasteel de Haar wilde geven bij hun instellingen en in de winkel. Hoe productsamenstelling en productpresentatie in de winkel tot hun recht komen. En ik heb als ontwerper duidelijk gemaakt wat de uitdagingen van de ruimte waren, hoe we de flow van mensen door die ruimte goed hebben laten lopen, zo goed mogelijk. En wat moeilijkheden waren, zoals akoestiek en verlichting in dit prachtige pand van Kuipers en hoe we daarmee omgegaan zijn. Dus om mensen daar gevoel bij te geven, was het leuk om dat in de ruimte zelf te doen. Nou, daarna zijn we teruggegaan naar het stallencomplex waar de presentaties waren. En Ellen Groenveld, specialist op trends en productontwikkeling in de retail, heeft een presentatie gegeven over welke trends zij waarneemt en ziet in zowel de cultuursector als de retailsector. Nou, en hier een aantal plaatjes die ik niet allemaal uit kan leggen, maar wat ontzettend interessant was, is dat ze een aantal dingen eruit haal. Bijvoorbeeld dat cultuurinstellingen met steeds diverser publiek te maken hebben, waar het misschien vroeger, ik noem het even, de witte hoogopgeleide medemens was, wordt dat publiek veel diverser. En hoe speel je daarop in en hoe anticipeer je daarop, niet alleen in je tentoonstelling en dat soort dingen, maar ook in je producten in de winkel. Voor de rest heeft zij daarna is ze ingegaan op haar ervaringen in de winkel Kasteel de Haar. Hoe zij nogmaals de producten gesourced heeft. Hoe ze ook een jaar lang aan de knoppen gezeten heeft. En uiteindelijk geeft ze ook een aantal goede takeaways mee. Zoals een goed product is ook een product met een goede marge. Hè? Dus het alleen leuk, mooi en interessant zijn is niet voldoende. Want uiteindelijk is het ook doel dat zo'n winkel financieel bijdraagt aan het succes en voortbestaan van het instituut. Dan wil ik door naar de volgende. De volgende presentatie was heel specifiek over de winkel van Kasteel de Haar, waarin Annetta, de directeur, duidelijk gemaakt heeft, ons kasteel heeft eigenlijk al jarenlang een winkel en die heeft op verschillende posities gezeten en met wisselend succes. En ze hadden bewust de keuze gemaakt van wij willen graag onze winkel naar een ander niveau brengen waar het echt een toegevoegde waarde is aan de bezoekerservaring. En daarnaast willen we ook dat de winkel substantieel gaat bijdragen, ook financieel, aan het kasteel. Nou goed, Ellen was in gesprek met Kasteel de Haar en heeft ons bijgevraagd om dat traject samen op te tuigen. En wij zijn in gesprek gegaan. En heel duidelijk geanalyseerd, wat zijn de omstandigheden? Een kasteel, een groot landgoed, er is een route naartoe, er is een route terug. Wat zijn nou de belangrijke momenten als bezoeker? Wanneer staat een bezoeker open voor een aankoop? En wat is dan de juiste plek voor de winkel? En als je die dan gevonden hebt, hoe begeleid je de bezoeker dan door de winkel op een prettige manier? En probeer het product zo goed mogelijk te presenteren en natuurlijk de bezoeker te verleiden die aankoop te doen. Dus die stappen hebben we toegelicht. En de dingen die we natuurlijk in de rondleiding aangestipt hebben, nog wat verder toegelicht. Wat komt te kijken bij het maken van een winkel in zo'n historische omgeving als het souterrain van dat kasteel,
door Pierre Kuipers ontworpen, waar we natuurlijk alleen respect voor hebben en de kwaliteiten in willen zetten in de bezoekerservaring, maar wel een goede winkelmaker. Nou, ik denk dat dat een korte samenvatting is van die presentatie. Dan de volgende presentatie ging over Park de Hoge Veluwe. Paul Rijfkogel van Paul en Tim is daar nauw betrokken bij geweest. En heeft Monique Kokke bereid gevonden deze presentatie te geven. Monique Kokke is ingegaan op de geschiedenis van Park de Hoge Veluwe, de betekenis van het park en de positie in 2016 van het park, toen het de beslissing genomen heeft om de horeca en de retailvoorzieningen opnieuw vorm te geven. En daarbij hebben ze ambitieuze plannen gemaakt. En de situatie, dat is wel leuk, hier links zien we een beeld van hoe het er nu het interieur uitziet, heel, heel stijlvol. En rechtsboven ziet u een plaatje van hoe de horecavoorziening voorheen was. En dat was een oud-Hollands pannenkoekenhuis, waar een hoop geld verdiend werd, maar het werd verpacht. Dus het grootste deel van deze mooie winst was voor de pachter. En Paul heeft ze bijvoorbeeld geholpen met hoe kunnen wij een financieel aantrekkelijk plaatje maken in horeca, waar de verdiensten ten goede komen aan het park en op die manier ingezet kunnen worden in de ontwikkeling van Park de Hoge Veluwe en niet alleen naar een ondernemer gaat. En nou, dat is een succesvol plaatje uitgekomen. Rechtsonder zien we wat het nu geworden is, het gebouw. Ik denk dat architecten daar geslaagd zijn in een prachtig gebouw te maken dat een open relatie aangaat met zijn omgeving en een hele sfeervolle kwalitatieve invulling geeft aan de horeca en de retail. Nou, wat ook mooi is, dat Monique heel duidelijk ook kan laten zien en onderbouwen met financiële cijfers in die presentatie, wat de effecten waren voor en na. En dat het echt bewijst een succesvol verhaal te zijn waarin er echt geld verdiend kan worden met een goede invulling van de horeca en de retail. En dat soort cijfers hebben we trouwens ook gedeeld bij het verhaal van Kasteel de Haar, om ook te onderbouwen wat de effecten zijn, wat de investeringen zijn en hoe dat feitelijk bijdraagt. Nou, dat was wat mij betreft de samenvatting voor het stukje Park de Hoge Veluwe. Dan hebben we na die presentaties hebben de groep deelnemers opgedeeld in drie groepen. We hadden van tevoren de deelnemers gevraagd, breng een eigen case aan als je wil. Waar worstel je mee? Wat zijn uitdagingen in je eigen omgeving, je eigen werkomgeving waar je misschien die je zou willen delen en input en inspiraties van anderen van zou willen krijgen. Nou, daar zijn drie mooie cases uitgekomen die ik hier laat zien. Het Katrijnenconvent heeft hun retail uitdaging of situatie meegenomen, die is op tafel gelegd. En daar hebben alle aanwezigen in die werkgroep op gereflecteerd en ideeën aangedragen. En dit is de terugkoppeling van Sylvia Staal, casehouder van het Katrijnenconvent. Dat ze in ieder geval heel veel waardevolle inzichten aan overgehouden heeft, veel goede interactie en waardevolle presentaties. Dus dat is een ontzettend fijne terugkoppeling. Dat was natuurlijk om te doen. Hetzelfde zien we bij Slot Zeist van Peter de Lamar, die daar bezig is met het adviseren en het helpen Slot Zeist ook een museumwinkel te bieden in een wat interessante, ik zat in die werkgroep, ik vond het een ontzettend boeiende context, waar het niet zozeer het hele pand, niet één museum is waar je doorheen loopt, maar allerlei op verschillende plekken verschillende dingen gebeuren. Dus dat was heel duidelijk voor hem dat het dus niet één soort museumwinkel is en dat je dat op verschillende manieren kunt benaderen. En dat heeft hij ook weer heel veel inspiratie uitgehaald, zoals je kunt lezen. Laatste, Buitenplaats Doornburg. Ook een heel mooi initiatief waar een oud pand, een oud klooster, een nieuwe invulling, horeca, gekregen heeft. Waar mensen heel bewust bezig zijn met hun geschiedenis en een mooi stukje horeca te bieden. Ook hier
hele mooie feedback dat de bijeenkomst enorm bevallen is. En dat ze eigenlijk heel veel bevestiging gekregen hebben heel goed bezig te zijn en met stapje voor stapje te ontwikkelen. Dus je ziet dat iedereen met zijn eigen opgave, eigen feedback, toch heel veel positieve informatie uit die sessies gehaald heeft. En dat was wat mij betreft de terugkoppeling van onze inspirerende inspiratiesessie. Dank ja, je dank je Arjen. Er is een hele interessante vraag gesteld in de chat, yes, die jij misschien zou kunnen beantwoorden. Daar hebben we net nog een paar minuten voor. Even kijken, welke maatstaven hanteer je om een evenwicht te vinden tussen het imago van een serieus maar saai monument en het imago van een spannend pretpark met een monument erin? Ik denk dat dat wel een aardig iets is om juist die tweespalt. Aan de ene kant, welke keuzes maak je? Het is een beetje een ingewikkelde vraag, maar ik denk dat je daar vast wel iets mee kunt. Ja, ik ga mijn best doen in ieder geval. Nou ja, goed. Wat is saai? Hè? En ik denk dat feitelijk, dat is in ieder geval waar wij naar streven, is het saaie eruit te halen en het unieke naar voren te brengen. En ik denk dat ieder monument in principe een bijzonder verhaal heeft te vertellen. En op het moment dat we samen in staat zijn om dat verhaal voor het voetlicht te brengen, dan hebben we ingrediënten om iets mee te gaan doen. En of dat nou in een pretpark is, hè, waarin een pretpark is natuurlijk de verleiding erg groot om dat dan te pretparkificeren of te Disneyficeren, zoals we dat noemen. Ja, ik denk dat daar de vraag wellicht ook een beetje aan geleid is. Hoe ver ga je daarin? Ik denk in beide gevallen proberen integer te zijn aan de kwaliteit die aanwezig is en die zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen en in lijn te brengen met alles wat je daar doet. Het advies altijd is blijf bij jezelf. En of dat kun je saai vinden, maar een saai verhaal kun je wel misschien op een spannende manier formuleren. Of op die manier mooier in de spotlight zetten. En dat betekent niet dat het... Ik ken de vraagsteller niet persoonlijk, maar ik denk dat het een jonger iemand is die, omdat de vraag natuurlijk ook gesteld wordt van aan de ene kant saai, aan de andere kant pretpark. Pretpark is hoofdzakelijk gericht op de jeugd, uiteraard wel met een bredere doelgroep, maar dus als je kijkt naar het verschil tussen zeg maar wat oudere bezoekers en jongere bezoekers, hoe kun je daar nog iets over zeggen in 1 minuut? Ik ga proberen. Kijk, er zijn natuurlijk verschillende verwachtingen tussen leeftijdscategorieën in wat een culturele instelling biedt en hoe er omgegaan wordt met het delen van die informatievoorziening. En je kunt daarin nooit op één doelgroep focussen. Dus daarin zul je sommige mensen misschien teleurstellen dat het te modern gemaakt is of te spannend en een ander het misschien te saai vindt. Ik denk dat het een persoon dat het heel erg belangrijk is om daar in de insteek van de instelling, wat de instelling wil doorgeven, daar zit de kracht en de identiteit van het verhaal. Okay. Ik weet niet of dit prima. Zinvol is. Maar... Ja, want we moeten afronden, want we gaan naar het volgende uur toe. En ik wil nog even als laatste dan het woord aan Birgit geven voor een korte introductie van de werkgroep Restauratie en Detailage, voordat in het tweede uur de Rijnwaard Academie het stokje van ons overneemt. Birgit? Ja, ik ga zo door. Wat ik wel nog zit te denken nu, omdat we natuurlijk niet uitgebreid op alle discussies en chats in kunnen gaan nu in de beperkte tijd die we hebben. Het is wel mogelijk om via de website van Code 49 alsnog vragen te stellen, toch Menno? Ja, zeker. Dus we kunnen ook daar nog met elkaar in gesprek blijven en gaan en meld je vooral aan voor de nieuwsbrief. Zo blijven we in contact en kunnen we verdiepen. Dat was de terugblik op de werkgroep Retail en Horeca. Die in deze bijeenkomst dus wat korter aan bod kwam. En de tweede werkgroep die we echt uitgebreid aan de orde willen stellen is de werkgroep Restauratie in de Etalage.
Dat doen vooral onze studenten van de Rijnwaard Academie, die met 14 studenten een hele mino daaraan hebben gewijd. Dus maandenlang daarmee bezig zijn geweest, heel goed werk hebben afgeleverd, maar natuurlijk heel anders dan zij bij de staat van hun opdracht hadden bedacht. Dat gaan zij jullie allemaal vertellen. Ik ga alleen een kleine introductie geven. Wat doet eigenlijk de werkgroep restauratie in de etalage en met welke vraag is deze werkgroep opgericht? Er waren dus enkele leden uit ons netwerk, Code 49, die zich zorgen daarover maakten dat er veel oudere medewerkers uit de restauratiesector uitstromen. Die gaan gewoon met pensioen. En ze vroegen zich af, is er wel voldoende aanwas uit de jongere generatie? Is er wel voldoende belangstelling om een vak te leren in de restauratiesector? En wat motiveert of wat belemmert jongeren om voor een vak in die sector te kiezen? En een van de veronderstellingen was, misschien heeft de sector ook een wat stoffig imago. Nou, daar gaan onze Rijnwaardstudenten straks heel uitgebreid op in, of dat wel of niet zo is. Laat ik nu nog even in het midden. Het idee wat we toen met de werkgroepleden bedacht hebben is, het zou heel mooi zijn als er een restauratiewerkplaats zou komen met een publieksfunctie. Dus dat mensen echt in de praktijk kunnen zien hoe zo'n restauratie eigenlijk plaatsvindt. Dus niet een gesloten bouwplaats, maar iets waar mensen echt op de stijgers kunnen rondlopen en ook contact kunnen maken met mensen die de restauraties uitvoeren. En gewoon kunnen zien hoe wordt zo'n historisch gebouw in de praktijk gerestaureerd. Nou, wat is ook nodig om de zorg over die uitstroom van die oudere medewerkers beter onder de aandacht te brengen? Nou, wij denken dat het zou helpen als er een manifest zou komen en als onze leden van Code 49 zich hier ook actief voor inzetten. Nou, Code 49, zoals ik in het begin gezegd, is een afkorting. Cultureel ondernemen in duurzaam erfgoed. Dus we vragen ook bij elke werkgroep van, nou, waarom is dit een duurzaam idee? Wat is hier duurzaam aan? Nou, voor restauratie in de etalage geldt oude ambachten, waar we het nu dus over hebben. Die werken heel vaak met natuurlijke materialen. Bijvoorbeeld met hout, met leem, metaal, steen. En wat eigenlijk nauwelijks of geen kunststof gebruikt. En daardoor dragen deze ambachten ook bij aan de circulaire economie. Wat natuurlijk een van de grote aandachtspunten op dit moment is voor duurzaamheid. Ook op nationaal en internationaal niveau. We hebben het heel vaak over energie, maar materialen zijn natuurlijk vanuit duurzaamheidsperspectief zeker een heel belangrijk uitgangspunt. En voor monumenten een kans om daar een hele goede bijdrage aan te leveren. Niet alleen vanwege de natuurlijke materialen, maar ook omdat er vaak lokale materialen worden gebruikt. Ook in het verleden. En dat zouden we nu dus als traditie kunnen voortzetten. Bespaard transport. En ook in het verleden werden veel materialen hergebruikt. Ik kom bijvoorbeeld vaak in oude gebouwen waar de trap ouder is dan het gebouw zelf. Dus ook generaties voor ons hebben heel veel en slim materialen hergebruikt. En ook die traditie kunnen we natuurlijk op een duurzame manier voortzetten. Dan is het ook nog wel zo dat we die oude ambachten eigenlijk prima kunnen combineren met moderne technieken. Dat gebeurt ook steeds meer, alleen heel veel mensen weten dat nog niet. Er wordt dus ook in de restauratiesector vaak gebruik gemaakt van bijvoorbeeld 3D-scanners. Soms worden onderdelen als halffabrikaat geprint met een 3D-printer en dan handmatig ambachtelijk afgewerkt. Lasertechnieken kan helpen bij het opmeten bijvoorbeeld van een gebouw. En al die moderne technieken in combinatie met die oude ambachten, die kunnen helpen om materiaal te besparen en daarmee afval te beperken. Nou, daarmee, met die combinatie oude ambachten, moderne technieken, denken we dat er eigenlijk een toekomstgerichte werkgelegenheid wordt geboden, die best interessant is, ook voor de jongere generatie. En tenslotte het behoud van gebouwen en bouwdelen bespaart uiteraard grondstoffen. Er wordt energie bespaard doordat er geen transport nodig is van nieuwe bouwdelen. En het maken van nieuwe bouwdelen kost dus energie en transportkosten. Dit was het bruggetje. Dit was eigenlijk ook het einde van blok 1. We zijn bijna in onze tijd gebleven, Menno. We zijn 2 minuten over de tijd heen. Blok 2 is helemaal onder verantwoordelijkheid van die 14 studenten van de Rijnwaard Academie, die dat echt fantastisch hebben voorbereid. En we hebben als pauzeblokje tussen die twee blokken hebben we een kort filmpje. Dat gaan de Rijnwaard studenten voor jullie opzetten. Dus blijf vooral hangen, kijk naar het filmpje, maar er is dus ook kans om even te gaan plassen of een koffie te pakken. En dan gaan we over 5 minuten ongeveer verder met blok 2.